Een film over licht en donker. Het leven van de 19e eeuwse Nederlandse romantische schilder Petrus van Schendel. Gebaseerd op de biografie van Jan de Mere. Petrus van Schendel, een leven tussen licht en donker. Van Schendel bewees de specialist te zijn op het gebied van kunstlichteffecten. Fakkel, kaars, lamp en maanlichttaferelen zouden zijn specialité de la maison worden. En daarmee bracht hij zijn publiek in vervoering. In Frankrijk werd hij zelfs Monsieur Chandel genoemd. Ook zijn leven lijkt een contrast tussen licht en donker. Europese vorstenhuizen kochten zijn werken en hij gold als een der best betaalde kunstenaars van zijn tijd. Maar het succes had ook een schaduwzijde, want Van Schendel kreeg groot persoonlijk leed te verwerken. Hij werd 2 maal weduwnaar en moest een aantal van zijn kinderen ten grave dragen. 1 jaar later, dat was zo de gewoonte, een andere zoon die dood was en zij ook. Zij was 35. Dat moet en dat is, dat weten wij door de schrijven, de brieven, verschrikkelijk geweest voor Petrus. Behalve zijn schilderstalent bleek hij ook een bekwaam uitvinder en werktuigkundige. Hij ontwierp een nieuw scheprad bij radarboten en bedacht een variant op de Archimedische schroef voor het oppompen van water. Op de wereldtentoonstelling van 1855 in Parijs presenteerde hij zijn nieuwe perspectiefmethode. Fantastisch, dat is. En ik hou ervan, ik ben ingenieur. En dus voor mij het meten van de perspectieven, afstanden, dat alles voor mij is een wonder. Zijn magnum opus, de geboorte van Christus, 3 bij 4 meter... oogste alom bewondering, maar werd nooit verkocht vanwege het astronomische bedrag dat hij ervoor vroeg, omgerekend naar huidige maatstaven bijna €250.000. Later trof men het werk volledig in verval aan in een kerk bij Brussel. De restauratie zou maanden in beslag nemen. Uitgekiende perspectieftekeningen liggen ten grondslag aan zijn gloedvolle schilderijen. Het licht lijkt opgebouwd uit een magisch veld van hoge lichten, schaduwen en halftonen in een fabelachtige techniek. En wat op dit schilderij voorkomt en ook vaak aanwezig is op zijn markttaferelen, dat is het meisje in West-Friese klederdracht. Niet zo voor de hand liggend dat zij aan het schaatsen was in Rotterdam, maar kunstenaar was natuurlijk vrij om zijn modellen te kiezen conform zijn bedoelingen als kunstenaar. Markttaferelen met marskramers die fruit, vis, wild en groenten verkopen of nog in onderhandeling zijn over de prijs. En soms betrapt de schilder een jongen die zich heimelijk meester maakt van een paar appels. Een kasteelbrand die hij nooit zag, maar pas in zijn atelier in vuur en vlam zette. Geschilderd in 1847 en dat stelt voor de brand in het kasteel van graaf de Meus d'Argenteuil. Een belangrijke klant van Van Schendel. Het leven en werk van een bijna vergeten schilder. Voor het eerst op film, om je een kijkje te geven achter en in het schijnsel van Van Schendel.